Ik ben Thijs van der Meeberg. En ik ben cabaretier. Ik heb hier in Den Bosch aan de Koningstheateracademie gestudeerd. En tour nu met mijn derde programma door Nederland. Ik vind het kerstverhaal nog altijd het mooiste verhaal. Dus ik heb gekozen voor het kerstverhaal. Ik heb alleen een klein beetje wat dingetjes aangepast. Het is eigenlijk het kerstverhaal van 2021. Het was in die dagen dat de herberg om 5 uur dicht moest. En hoewel het nu vol zat met gasten, had de herbergier een kutjaar achter de rug. Geen carnavalsomzet, te late minimale financiële compensatie en vooral geen perspectief op betere tijden. En nu, deze avond, was het niet eens gezellig in de herberg. Iedereen had discussie met iedereen. Een van de gasten had geroepen dat het onmogelijk was dat alle toeslagenouders onschuldig waren. Waarop anderen riepen, ik hoop dat ze jouw kinderen uit huis plaatsen, dan weet je hoe dat voelt. Het was wachten tot iemand iets ging zeggen als, ik ben er klaar mee, ik heb gewoon recht op wintersport. Daar werd de herbergier altijd witheet van. Het waren ook altijd mensen met een afbetaald koophuis die van zichzelf vonden dat ze recht hadden op wintersport. Nooit stond er aan de bar een ZZP'er uit de cultuursector te vloeken dat de piste open moest. En wel nu. Toen werd er aan de deur geklopt. Boa's, riep iemand. En de mensen zonder QR-code verstopten zich achter het gordijn. De herbergier trok het gordijn recht en liep naar de deur. Deed open en zag een totaal absurd tafereel. Voor de deur stond een verloren, slungelige man. Naast een chagrijnige, kleine ezel. En daarop een zuchtende, dikke vrouw. Of er een kamer vrij was. Het waren duidelijk mensen niet van hier. En achter hem hoorde de herbergier een nieuwe discussie op gang komen. Ze moeten gewoon bij de Poolse grens de hoge drukspuit zetten op de Afghaanse tuig. En anderen vonden dat de grenzen juist allemaal open moesten, desnoods met geweld. Deze man, deze vrouw en hun ezel, nu binnenlaten, dat is olie op het vuur. Beter voor iedereen van niet, dacht de herbergier en zei, nee, keivol. Is er dan nergens plek, zuchtte de vrouw. Nee, zei de herbergier, de rek is er overal totaal uit. Maar je kan nog wel, als je wil, in de schuur slapen. Hij gaf de sleutels en eenmaal daar maakte de slungelige man van het stro dat er lag een bedje. En op dat moment begonnen de weeën. Nee, die vrouw was helemaal niet dik. Ze was drachtig. Natuurlijk was de slungelige man blij dat het kind geboren ging worden. En dat het godzijdank gelukt was om samen een kindje te krijgen. En hij deed zoals hij dat geleerd had, keurig mee met het puffen. Maar bij elke uitblazen blies hij vooral zijn eigen spookgedachten weg. Als ik ben niks waard, ooit op een dag lekt het uit en dan gaat dit kind op zoek naar zijn echte vader. Dan val ik door de mand. De slungel haatte zichzelf. Hij had en was een slappe zak. Even had hij oogcontact met de os in de stal. En het leek alsof ze elkaar begrepen. En de ezel, die dacht niks. Vroeger wel, maar inmiddels vond hij dat alles zinloos was en had hij besloten om niks meer te bedenken, niks meer te voelen en niks meer te geloven. Het was dan ook niet echt dat het leven van de ezel heel betekenisvol was. Het bestond vooral uit ergens heen lopen en daarna weer teruglopen naar waar hij vandaan kwam. Vandaag naar Bethlehem, morgen waarschijnlijk weer terug. Waarom zou hij nog ergens iets om geven? Toen werd de baby geboren. En de os, die was in totale shock. Hij had alles gezien en zal nooit meer vergeten wat er gebeurt als ergens de rek uit is. Buiten op het veld stonden de herders in 2 groepjes apart van elkaar bij hun eigen kuddetje de wacht te houden. De ene groep herders had zich wel laten vaccineren en vonden dat de ongevaccineerde herders kortzichtige randebielen waren die alles voor het collectief verneukten. En andersom vonden de ongevaccineerde herders de andere kortzichtige randebielen die het voor een kleine minderheid verneukten. En dat ze het raar vonden dat ze de overheid wel vertrouwden, maar hun eigen immuunsysteem niet. De engel verscheen bij de herders. En de ongevaccineerde herders kwamen meteen aanrennen, omdat ze dachten dat het Willem was. Maar het bleek om een gewone engel te gaan. De engel zei dat ze niet bang hoefden te zijn. Maar die zin werd niet afgemaakt. Alle herders begonnen door elkaar te roepen. Ze waren niet bang. De anderen waren bang. Of bang voor het virus, of bang voor het vaccin. Maar zelf was niemand bang. En tot slot riep iemand iets over de nieuwe Joden.
Waarop de engel zei, ja, over nieuwe joden gesproken. Er ligt er een in een voerbak. Je moet echt gaan kijken. Ja maar. Vanwege de wolf kunnen we de kudde niet alleen laten. De engel zuchtte, keek de herders aan en zei, al 5 jaar lang kan je subsidie aanvragen om een hek met schrikdraad te plaatsen. Er wordt al 7 jaar gewaarschuwd voor de terugkerende wolf. Als jullie daar gewoon naar geluisterd hadden, was er nu geen probleem geweest. Dit is gewoon een gevolg van niks doen. Maar goed, het betreft een bijzonder kindje, weet je wat. Ik wacht wel bij jullie kudde, kunnen jullie gaan kijken in de stal. Maar dit verhaal was voor een paar herders zo langdradig dat ze in de tussentijd de enige wolf al door zijn kop hadden geschoten. Iedereen trok naar de stal, wel ruziend, want sommige herders vonden natuurlijk dat de ongevaccineerde herders niet de stal in mochten. Daarbinnen was dan nog een apart groepje dat dan vond dat in de stal ook nog afstand gehouden moest worden en mondkapjes op. En de andere herders vonden natuurlijk dat iedereen naar binnen moest en even flink moet hoesten, zodat het kindje vast weerstand op kon bouwen. Want zonder weerstand, ja, zou het nooit ouder worden dan een jaar of 33. Eenmaal bij de stal zagen de herders dat er 3 koningen van hun kamelen afstapten. Alle 3 boos. Eén koning wilde niet naar Bethlehem, maar wilde gewoon varen in zijn nieuwe speedboot. Een andere koning heeft het kerstverhaal gecanceld vanwege een gebrek aan inclusiviteit, maar deed toch mee omdat hij anders geen statement kon maken, maar deed wel mee omdat hij af en toe dan moest zeggen, onder protest ben ik koning in dit verhaal. En de derde koning was boos op de tweede koning omdat hij gesuggereerd had dat hij alleen mee mocht doen aan het kerstverhaal omdat hij een kleurtje had. Het gehuil van de baby was doorgedrongen in de herberg. En zo kwamen alle gasten uit de herberg tegelijkertijd met de herders en de ruziënde koningen de stal binnengestapt. Het was er zo druk dat deze kraamvisite deed denken aan een Formule 1 race in Zandvoort. Plots stopte de baby met huilen en iedereen keek verstoord om. Het babytje opende de kleine oogjes en voor het eerst sinds lange, lange tijd werd het stil. Iedereen leek overvallen door hoe klein en hulpeloos de baby was. En tegelijkertijd waren ze onder de indruk van een bepaalde kracht, een rust, een eigenheid die het piekgave mensje uitstraalde. Het keek verwonderd de stal rond en die blik was zo ontwapenend dat niemand nog woorden had. En als ze er wel waren, was het zonde om iets te zeggen. En zo vergat de koning zijn statement te maken. Zelfs de ezel vond het ergens eigenlijk een wonder. En de slungel ervaarde zelfs in zichzelf vrede. Het kindje was zo klein en toch groter dan zijzelf. En zo kwamen alle personages tezamen in de stal en nader tot elkaar en tot zichzelf. Het was de stilte die hen tot gelijken maakte. Tot de os een beetje begon te dralen. Hij schudde zijn dikke kop, zijn oren bewogen en toen ging inderdaad zijn staart tergend traag omhoog. En er viel een ongekende zieke hoeveelheid volle, zachte, diep donkerbruine plakken, natte, naar dode nets ruikende ossenkak op het stroom. 1 tel bleef het stil en toen zei iemand wat hij van boeren, landbouw en stikstof vond.